Het is mei 1940. Uit een heldere lucht vallen de bommen op Rotterdam. Het verhaal gaat dat de Waddinxveense architect Stuurman onmiddellijk naar Rotterdam reisde. Hij wilde de directeur van de brandende Dobbelman tabaksfabriek overhalen de fabriek volgens zijn ontwerp in Waddinxveen weer op te bouwen. Dat lukte hem. Dit is het kantoorgebouw dat er nog steeds staat, al is het niet meer van Dobbelman. Het historisch genootschap Waddinxveen krijgt er een expositieruimte. Het is nu een van de 5 rijksmonumenten in Waddinxveen. Het ziet er nog net zo uit als bijna 70 jaar geleden, maar de omgeving is helemaal veranderd. De open velden erachter, drooggelegde veenplassen waar de spoorlijn doorheen liep, zijn nu volledig volgebouwd met huizen. Zoals hier, ten oosten van de spoorlijn, de Oranjewijk en de Vondelwijk. Hoe is dat zo gekomen? We vragen het aan de eerste bewoner van dit huis in de Vondelwijk. Hij heet geloof ik Henk. Waddinxveen is gegroeid door de komst van forensen uit de grote steden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is het forensisme sterk toegenomen. Vlak voordat ik hier kwam wonen, heb ik dat beschreven in mijn proefschrift. En Waddinxveen was aantrekkelijk voor forensen, omdat het een treinstation had. Het station is een paar jaar geleden afgebroken, maar de treinen rijden nog steeds. Eigenlijk was het wel in strijd met de tweede nota over de ruimtelijke ordening, waar ik tegelijk bij Vrom aan meewerkte. Maar dit huis was goedkoper dan in Zoetermeer en beter gebouwd. En er waren scholen in de buurt. Klaas de Vriesschool en de kleuterschool Pinkelotje. Die gebouwen staan er nog steeds, maar het zijn geen scholen meer. We tekenden het koopcontract in het fraaie notarishuis aan de Kerkweg Oost, dat helaas al een aantal jaren geleden is afgebroken. En aan de andere kant van de weg stonden ook nog mooie huizen, waarvan een deel ook is afgebroken. Waddinxveen had ook voorzieningen die de forensen wensten. Zo waren er 2 goede winkels voor woninginrichting die oudere Waddinxveeners zich nog herinneren. Brouwer aan de Nessen en Verbakel aan de Zuidkade. Tussen Nessen en Zuidkade in is het tweede van de 5 Waddinxveense monumenten, de Hefbrug. Die kan men niet over het hoofd zien en er ook niet over rijden als hij weer eens omhoog gaat. Hij dateert uit 1936. Voordien was er een ophaalbrug. Ook daarvoor moest het verkeer soms lang wachten. Maar het was wel ander soort verkeer dan tegenwoordig. En het winkelbestand werd uitgebreid. Het KW-plein was al in 1959 gebouwd. De Luifelbaan kwam er in 1967 bij. En de passage werd kort na 1970 uitgebreid. Om dat mogelijk te maken waren wat oude huisjes opgeblazen. Daarvoor was Prins Bernhard uitgenodigd. Maar de klap was wat te hard. Veel ramen gingen dan diggelen. Al sinds jaren is Waddinxveen bezig een groot nieuw centrum te ontwikkelen. Dat ziet er nu zo uit. Toen we een aantal jaren in Waddinxveen woonden, raakten we betrokken bij het onderwijsbeleid. Ik werd bijvoorbeeld voorzitter van de schoolraad die de gemeente had ingesteld. En ik hield begin jaren 70 bij de actie om te komen tot oprichting van een samenwerkingsschool voor HAVO en VWO. Dat was een initiatief van een groep burgers, voorstanders van protestants-christelijk, rooms-katholiek en openbaar onderwijs, die een gezamenlijke school wilden stichten.
Ik verzamelde onder andere handtekeningen voor dit plan in de Zeeheldenwijk, aan de andere kant van de Gouwe. Verwacht was dat de strenggelovige bewoners van deze wijk niet zouden willen tekenen, maar dat viel mee. Bijna iedereen tekende. Alleen vroegen sommigen om dat vooral niet aan de buurman te verklappen, waarna die buurman hetzelfde verzoek deed. De samenwerkingsschool is nu het Koenekoop College. Conrector Jacques Kik vertelt daarover. Mijn naam is Jacques Kik, ik ben conrector op het huidige Koenekoop College. Dat is de school die voortgekomen is uit de samenwerkingsschool van Haven Atheneum in Waddinxveen. Een school die een hele boeiende geschiedenis kent. Een school die gesticht is in 1973. Toen was ik nog niet aan die school verbonden. Dat is pas later gebeurd, maar inmiddels werk ik toch zo'n ruim 30 jaar. En in die jaren heb ik toch wat nodige meegemaakt. Het ontstaan van die school is toch wel een bijzondere. Er was in die tijd geen markt, zeg maar. Er waren niet voldoende leerlingen om voor alle verschillende zuilen, denominaties noemen we die, een aparte school voor voortgezet onderwijs te stichten. En toen is een initiatief vanuit de burgerij geweest, en daar was meneer Ter Heijden bij betrokken, om een samenwerkingsschool waarbij de drie nominaties gezamenlijk een school zouden stichten. En dat is dus ook werkelijk gebeurd. Ons tweede huis in Waddinxveen stond in de Heuvelhof. Die naam vind ik een geslaagde grap, want zoals u kunt zien is er wel een helling, maar die gaat nu niet omhoog, maar omlaag. Ik placht dan ook te zeggen dat ik op de laagste heuvel ter wereld woonde. De top lag op 4 meter onder NAP. Op de plek van de Heuvelhof stond voordien, met de voorgevel aan de Kerkweg, de meubelfabriek van Modderkolk en Dijs. Dit zijn eerlijk gezegd geen beelden van deze fabriek aan de Kerkweg, maar van het houtbewerkingsbedrijf Alblas, dat tot voor kort aan de Zuidkade stond. We varen er hier in de jaren 20 langs. Ingebouwd in dit bedrijf ziet u het derde van de Waddinxveense monumenten, de Remonstrantse Kerk. Het bedrijf is vorig jaar afgebroken, zodat de kerk nu, tijdelijk, vrij in de ruimte staat. De kerk is in de jaren 30 van de 19e eeuw gebouwd in empirestijl en in 1987, na restauratie, heropend door meester Pieter van Vollenhoven. Een van zijn voorouders had ooit de eerste steen gelegd. Mijn ouders waren remonstrant en in Waddinxveen heb ik goede remonstrantse vrienden, maar zelf ben ik niet gelovig. Toch heb ik de Remonstrantse Kerk verschillende malen bezocht, want er worden ook kamermuziekconcerten gegeven. Terug naar de Heuvelhof. Vlak daarbij is een van de oudste plekken van Waddinxveen, de hoek van de Kerkweg en de Dorpstraat. Die zien we hier eerst in de jaren 60 en daarna nu. Op de hoek staat het oudste huis van Waddinxveen. Als men vanaf deze hoek de Dorpstraat naar het noorden volgt, er zijn daar veel nieuwe huizen gebouwd en er komen er nog steeds bij, en men slaat rechtsaf de Beethovenlaan in, dan komt men in de andere grote wijk die gebouwd is op de velden die in het begin van de film te zien waren, de wijk Groenswaard. In de Peuleien, een zijstraat van de Beethovenlaan, hebben we ook nog een jaartje gewoond. De namen Groenswaard en Peuleien zijn ontleend aan twee van de oude kopers die in de 13e eeuw in dit voordien moerassige gebied aan boeren werden uitgegeven. Peuleien was oorspronkelijk Poelien. Die naam is waarschijnlijk bedacht door iemand die ter kruisvaart was geweest en die goede herinneringen had aan de streek in Zuid-Italië waar hij doorheen gereisd was, Puglia. In de jaren 80 van de 20e eeuw werd ten derde male in een drooggelegde veenplas, waarvan hier rechts een klein stukje te zien is, een grote nieuwe wijk gebouwd. De wijk Zuidplas.
In deze wijk werd een aantal straten genoemd naar betrokkenen bij de allereerste uitgifte van grond in dit gebied door Floris de Vierde op 20 april 1233. Floris zelf, zijn vrouw Machteld en een aantal boeren. Op de hoek van twee van die straten bouwden wij een huis dat mijn vrouw had ontworpen. In dit huis kwam een einde aan mijn forensen bestaan. Ik ging met pensioen en begon me met lokale zaken te bemoeien. Eerst in het platform Duurzaam Waddinxveen. We namen het initiatief voor windmolens. Aan de andere kant van de weg waar we nu staan, de in 1993 aangelegde Zuidelijke Rondweg, komt de nieuwe wijk Triangel. En aan de andere kant van de spoorlijn is het grote bedrijventerrein Koenekoop. Met enkele collega's van het platform bemoeide ik mij ook met de ontwikkeling van de Zuidplaspolder als geheel. Onder andere om te proberen de vele geplande kassen zo duurzaam mogelijk te krijgen. Op een gegeven moment raakte ik betrokken bij de seniorenraad en bij kwesties van zorg en welzijn. Daartoe moet ik vaak het Anne Frank Activiteitencentrum bezoeken, dat in 1970 is gebouwd en waar vooral seniorenactiviteiten plaatsvinden. Namens de seniorenraad zit ik in de Waddinxveense WMO-raad. Dat is een adviesraad die de gemeente heeft moeten instellen voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Hij vergadert regelmatig in het in 1978 geopende nieuwe gemeentehuis. Laten we even naar binnen gaan. Nou, dit is dus de receptie. Komt zo waar de wethouder die verantwoordelijk is voor de WMO. Oh, Henk, jij hier. Dag, Torenda. Hallo. Wat doe je hier? Ja, we zijn hier een film aan het maken. Ja. Een film over Waddinxveen en over mij. Ja. Want we zijn hier natuurlijk omdat de WMO-raad hier vergadert. Ja. En misschien kun jij nu je toch hier bent even iets vertellen over de WMO in Waddinxveen. Ja, dat wil ik natuurlijk graag doen, want jij bent een zeer actief lid van de WMO-raad. Een gewaardeerd lid van de WMO-raad. En ja, wij vinden in de Waddinxveen de WMO erg belangrijk. Dat betekent dat we mensen ondersteunen in het meedoen. Gewoon in de hele brede zin van het woord. Als mensen een handicap hebben, als ze ziek zijn, een duwtje in de rug geven. Maar ook jongeren, ouderen, iedereen die mee wil doen in de maatschappij, de gelegenheid geven om daaraan mee te doen. En dat vinden we gewoon ontzettend waardevol. En we vinden het ook heel waardevol dat jij je daarvoor wil inzetten in Waddinxveen. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En ik hoop dat je een goede vergadering hebt met de WMO-raad zometeen. Dankjewel. In de raadzaal hangt het originele schilderij van koningin Beatrix van de Goudse schilderes Carla Rodenberg. Veel andere gemeenten hebben daar een kopie van. Vlak bij het nieuwe gemeentehuis staat aan de Gouwe het vierde Waddinxveense monument, het oude gemeentehuis. Dit was oorspronkelijk het woonhuis van wethouder Van der Torren. Het is in 1911 tot gemeentehuis verbouwd, waarbij jugendstil-elementen zijn aangebracht. Tegenover het oude gemeentehuis, op de plek waar vroeger de winkel van Van Bakel stond, die in het begin van de film te zien was, is nu een splinternieuw luxe appartementencomplex. In noordelijke richting steekt boven de achterkanten van de winkels aan de Kerkweg Oost de toren uit van het vijfde en laatste Waddinxveense monument, de Brugkerk. De Brugkerk dateert uit 1837 en is ontworpen door de waterstaatsingenieur A. Blauw Weha Zoon. Het is een neoclassicistisch gebouw.
De kerk is in de jaren 70 van de 20e eeuw gerestaureerd. En in 1990 is de toren gerestaureerd. Dat is een probleem in Waddinxveen. Vrachtverkeer dat door het centrum rijdt. Het gemeentebestuur probeert daartegen maatregelen te nemen. Als echte oplossing zien ze de aanleg van een westelijke randweg. Die moet hier verderop komen. Achter het sportveld het Zuid, dat daar ginds een paar jaar geleden is aangelegd voor de voetbalvereniging Be Fair, die van haar bestaande veld verdreven werd door de plannen voor het nieuwe centrum. Voor mij en mijn buren is dat wel een probleem. Want een van de aansluitingen vanuit de bebouwde kom op die westelijke randweg moet komen te lopen over het Herbarenerf, langs die bomen daar. En dat is vlak bij mijn huis. We zullen moeten trachten te bereiken dat de rust zo weinig mogelijk zal worden verstoord. Want rust is heel erg waardevol. Waddinxveen is en blijft aantrekkelijk voor bewoners, doordat op heel veel plaatsen in het dorp rust kan worden gevonden. Monumenten zijn mooi, maar op een andere manier even mooi zijn de rustige woonstraten van ons dorp.